vandaag heb ik weer een beursverslag van jullie. Deze keer van het CREA weekend in de evenementenhal in Gorinchem. Het was een hele leuke beurs. Het was een rustige beurs. Maar wel met hele brede paden. Je kon overal goed bij en rustig kijken. En de sfeer was echt top. Dus ik vond het heel erg leuk. En je had bij je binnenkomst had je een soort fotoboek. Nou, dat was echt heel erg leuk. Daar kon je met attributen kon je dan foto's laten maken. En die kreeg je gelijk afgedrukt op een klein printje mee. Dus het was eigenlijk gelijk al een heel leuk begin van de beursdag. Nou, op de beurs waren ook allerlei workshops te volgen. Dus hier kon je bijvoorbeeld een leuk vogeltje haken. Je kon op een gegeven moment, kon je je eigen kleding maken voor je Barbie poppen en andere poppen. Dus dat was ook heel erg leuk. Dus je ziet ook echt een Frozen en een Minnie Mouse outfitje en zo. Dat zag er echt heel erg leuk uit. Ook voor jonge meiden is dat heel erg leuk. Die net met een naamje leren omgaan, is dat ook heel erg leuk om te doen. Dan was er voor de kinderen ook een workshop met zandtekeningen maken. Dus er stonden bakken met allemaal gekleurd zand. En dan kon je een soort plakkerige plaatje halen en daar kon je mee aan de slag. Dan stonden ze er ook met krijtjes om workshops te doen. En dit is dan met metallic krijtjes. Staan er wat voorbeelden van. Wat waren er nog meer voor workshops? Ja, echt een heleboel. Ik heb er een aantal laten zien. Je had er een paar van home deco, dat je een eigen dingetje kon maken. Dit was met ijzerdraad wat je kan doen. Hier pimp en sjaal, dan kon je kralen aan een sjaaltje hangen. Er waren echt overal wel. Er waren een paar pleinen waar workshops waren. En er waren een paar bij de kramen zelf. Nou, dit was een van de workshops die ik heb gevolgd. Dit was echt een hele leuke. Was Gestipt heette het, Brechtje die geeft dat. En het was echt heel erg leuk. Je begint met een leeg schaaltje en dan ga je dus met porseleinenverf stippen zetten. En dan kan je hele leuke ontwerpen maken. En dit was dan een basisworkshop. Maar je kan, zoals je hier ziet van haar voorbeelden, je kan dat echt zo uitgebreid mogelijk maken. En je moet ook zeker eens op haar site kijken, want daar geeft ze geeft ook uitgebreidere workshops met verschillende technieken. Dus dat is wel heel erg leuk. Dit was een workshop Centangle. Dan kon je op een kaartje met een patroontje Centangles tekenen. Vond het ook heel erg leuk. Er stond een kraampje van Stampin' Up. Een demonstratie met nog wat stempels hadden ze te koop. En ze deed ook een make-and-take-je. Dus dat was ook heel leuk. Dan als je van breien houdt, dan hadden ze nog een hele mooie breitechnieken workshop. En op de beurs stonden dus ook allemaal kramen. Zo stonden de kramen met allemaal wol en garens. Het was niet heel veel, er stonden een aantal. En dan was het vooral veel met katoen ook. Maar dat was natuurlijk wel, als je van breien en haken houdt, dan kon je er echt wel leuke dingetjes vinden. En ze hadden ook van die pakketten, zoals je hier ziet, van die dieren die je dan een soort knuffelkussen zelf kon maken. Dus die vond ik wel heel erg leuk. Naast het katoenengaren waren er ook boeken. En boeken dan over haken vooral bij deze kraam. Dus dat was leuk. En wat haak- en breiaccessoires. Dan hier heb je nog wat garen waar dan ook weer voorbeelden bij lagen van wat je ermee kan maken. En patronen kon je kopen voor sjaals en dat soort dingen. Er was één kraampje met stoffen. Ik heb er niet meer gezien. Dus van echt voor quilters. Dus quiltstofjes en leuke patroons. Kan je natuurlijk ook voor het kaarten maken gebruiken of andere projecten. Maar hier zie je dus echt dat ze er een hele mooie quilt mee hebben gemaakt. Vooral die met die hartjes vind ik ook echt heel erg mooi. Mijn moeder doet dat ook quilten. Ik heb het geduld er nog niet voor. Ik heb het ooit eens geprobeerd. Maar verder dan een blokjes rack quilt met de oude babykleertjes van mijn dochtertje ben ik niet gekomen. En wat ze ook stonden was natuurlijk voor de kaartenmakers. Deze is dan met borduurkaarten, dus een combinatie van kaarten met borduurtechnieken. Hier had je allemaal van die knipvellen die je dan kan gebruiken. Die zijn ook heel erg leuk om in je Project Live en dat soort dingen te gebruiken. Want je kan het uitknippen en opplakken natuurlijk, dus dat is wel, wel leuk. En er waren wat blokjes met patroonpapier. Er was niet heel veel op scrapbook materiaal aan papier. Wel een beetje, maar allemaal dezelfde merken. Dus
Ja, dat is de. Oh, deze vond ik trouwens heel leuk. Dat zijn haakpakketten hadden die. Maar dat L'tje, en dan helemaal diegene die ze op hun kop hebben gezet. Ik vind het helemaal geweldig. Je kon bij die kraam, kon je dus allerlei patronen kopen. Of echt kant-en-klare pakketten met alle spullen erbij. Moet je het natuurlijk nog wel zelf maken. Maar het is echt heel erg leuk. Maar je kon dus ook alleen de losse patronen kopen. Dan stond er dit kraampje met vilt. En ja, ik vind vilt gewoon een heel mooi natuurlijk materiaalproduct. En ja, die balletjes, die vind ik helemaal geweldig. Dus ik word er altijd toe aangetrokken, zeg maar. Dan was er een kraampje die dingetjes geborduurd had op materialen en zo. Er was ook op de beurs een hoop home deco. Dit is nog een beetje handwerken. Dat is zelf kaarten en doosjes maken, maar waarbij je de randen dan borduurt. En die had ook hele leuke kippertjes gehaakt, zoals je hier kan zien. Die kon je dan aan kant-en-klaar kopen. En hele leuke L'tjes als tassen hangen. Die vond ik ook zo schattig. Nou, dit zijn dan beeldjes die je zelf dan nog kan beschilderen. Dus de tuinkaboutertjes, ja, natuurlijk hartstikke leuk. En zo zijn er allerlei dingen. Dat kan je helemaal zelf handbeschilderen. Dan waren er heel veel van dit soort home decor met teksten en dat soort dingen om te kopen of om zelf nog te maken. Dus dat je een basis iets koopt en zoals hier bijvoorbeeld houten spulletjes kan je dan kopen. En dan ga je het zelf verven of met papier bewerken. En ja, dan kan je er echt je eigen ding van maken. Dat zie je ook. Heel schattig die diertjes. Dat vond ik wel heel erg leuk. Nou, dan is het dus home deco verf ook allemaal. Er was met piepschuim. Heel veel MDF figuurtjes waar je dus ook weer hele leuke technieken kon toepassen. Nou, voor de pauze was er een mooie lunchruimte met een restaurantje. En je had ook een soort relaxruimte. Later op de dag zagen we daar heel veel mannen zitten te relaxen. Want die hadden zoiets, nou die vrouwen die hier shoppen maar lekker, wij gaan even rusten. Dus dat was wel leuk. Nou, hier een kraampje met stempels, tansen, van Sissix een hoop dingen. Weer de mini-archivings die nog steeds op mijn verlanglijstje staan. En ik ben binnenkort jarig, dus wie weet. Ja, nog allemaal hier zoals Nuvo Drops. En ja, ik vind die Nuvo flesjes echt helemaal geweldig. En ze hebben nou nieuwe glimmerpowder. En dat wil ik ook een keertje kopen en dan eens uitproberen. Want dat lijkt me heel erg leuk, leuk materiaal ook. Dan hier ook nog allemaal, er stonden toch best wel wat kramen met wat mixed media spulletjes, verfjes. Ik vond het minder scrapbook en meer verf. Al had je voor het scrapbooken natuurlijk wel de stansen en het stempelen en wat stickertjes. Een aantal kraampjes hadden dus wat papier, maar niet de grote merken. Dus niet de Simple Stories en Echo Park en dat soort dingen. Maar handlettering was er dus ook aanwezig, vond ik ook heel leuk. En er was een kraam met koekjes decoreren. En mensen die me van vroeger nog kenden, ik heb zelf ook heel veel koekjes gedecoreerd en taarten gedecoreerd. En dus ik vond dit heel erg leuk om te zien. En ze waren zo mooi gemaakt. Nou, dan was er ook weer met verfjes om hoe je dat op kaarten moet doen. En watercolor, heel veel watercolor technieken en materialen en allemaal... gereedschappen zeg maar, stansjes wat ik al zei, waren heel veel stempels en stansen, echt hele mooie. Dus daar heb ik ook wel even een tijdje bij staan kijken. Allemaal tekenmaterialen, dus kleurpotloden en stiften en al dat soort dingen. Nou, hier zie je ook weer mooie inktjes en daarachter zie je ook allemaal stempels en stansen hangen. Dus dat was echt wel heel mooi en het was een hele mooie kraam en... Die paden waren zo breed opgezet dat je heel rustig overal kon kijken. Je stootte niet tegen mensen aan. En nou ja, iedereen was echt heel vriendelijk. Het was echt een hele leuke beurs. Dan stond er ook nog een kraam met puzzels. En ik hou heel erg van puzzelen. Vooral in de zomervakantie op de camping. Vooral die wasschijpuzzels vind ik erg leuk. En dit was een kraampje met de stencils. Waar ze ook de stempels dus van de Dutch Doobadoo hadden. Waar je dus uit papier... kaartbasissen en dat soort dingen kan snijden. Dus dat vond ik ook wel leuk om te zien. Dan voor de kinderen, of als je volwassenen kan je dat natuurlijk ook heel leuk vinden, hadden ze weer de Pixel XL staan. Waarbij je dus leuke patroontjes kan maken. Sleutelhangertjes kun je maken. Dus ik vind dat wel leuk. Ze hebben ze in kerstthema en ze hebben het van klein tot groot. Dus dat is wel heel leuk. Dan stond er één kraampje, één of twee geloof ik kraampjes met wat kraaltjes om zelf sieraden te maken. En dan vooral van die kettingen zoals je hier ziet. Dus echt dat kleine fijne materiaal allemaal. Dus dat was die. En dan hier ook weer stansen. Echt stansen waren er op die beurs heel
veel. Als je daarna op zoek bent, nou, dan kun je daar je hart ophalen. Want er was zoveel keuze en ook hele leuke aanbiedingen en zo. Die van Marianne Design, deze, die vind ik echt helemaal geweldig. Die staan ook op mijn verlanglijstje. Die vind ik ook echt heel leuk, die collectibles. Dus dat is ook. En dan, de Diamond Paint stond, of de Diamond Dots heet het geloof ik, stonden er ook weer. En dat is toch wel een beetje een nieuwe hobby geloof ik aan het worden. Ik zelf zie er niet zo heel veel in, maar het is wel leuk. Deze accessoire is heel leuk om paperclips van te maken. Ik heb ook daar een leuke enamel pin trouwens meegenomen. Ja, en toen was de beurs afgelopen en dan kon je nog chocolaatjes snoepen of kopen. En dat was het dan. Nou, heb je nog tijd? Ga dan zeker even kijken vandaag. En anders in het najaar is er weer een beurs. Doei!